En hij gaat hier spelen tegen Jarien van Ark. Wel eens een paar keer een klein toernooi gespeeld, maar nooit op een hoofdpodium. Zoals je kunt zien gaan ze beginnen met het boelen. En dat wordt gedaan op de PDC-manier. Mark mag beginnen. Format is best of 5 wat we gaan krijgen. Wij de heren hebben dus de voorrondes verloren en zijn daarna heel ver gekomen in de verliezersronde. Ik heb zojuist even staan kijken bij beide heren behoorlijke tonhitters. Maar er zal wel wat zenuwen bij komen te kijken voor de eerste keer op een podium. Wij hebben toch altijd wel wat zenuwen hier zo bij. Hier is het tonnetje, zie je al, die komt al. Wij leren hoog niveau, we hebben de eerste ronde van een best wel goede naam verloren. En dan moet je helaas hier al de verliezersronde in, maar ze pakken het goed op en je mag zeker nog een wedstrijd op podium spelen als je daar ver in komt. Gaan we kijken wat hij doet. Tops voor Mark om een 1-0 voorsprong te krijgen. Hij heeft toch weinig last van podiumzenuwen. Het publiek staat volledig aan zijn kant blijkbaar. De trippels gaan er meteen goed in. Gaat hij daar komen, de eerste? Nee, net niet. Beide mannen trekken zich goed aan elkaar op. De trippels vliegen er goed in. Helemaal knap en voor de eerste keer beide heren op een podium. Zoals Mark het al zei, een huiskamerdarter. Weer een ton 40, knap hoor. Heel goed. Mindere score. Weer een triple. Je ziet dat het toch wel heel erg makkelijk gaat hoor. Best wel heel knap om dat zo in één keer te doen. Goed niveau hoor voor de verliezersfinale. Oeh, uitschietertje hier. Los het goed op. Gaat Jeroen de kans krijgen op 119. Zet hem redelijk goed weg. Maar hij mag weer naar top zijn, net als in de vorige leg. Dubbel 10, dubbel 5. Oeh, slaan de zenuwen dan toch een beetje toe. Dan mag Jeroen op tops gaan proberen om 1-1 te maken. Toch niet, was geen tof, was 82. Foutje van mij. Maar hij weer naar dubbel 5 toe. En hier raakt hij, is een 2-0 voorsprong. Staat op matchpoint, mag nu zelf weer beginnen. Mist wat. Ja, scoort enorm sterk. Gaat hij dat nu meteen vanaf het begin weer doen? Ja, deze zit er alweer lekker in. Deze zit er alweer heerlijk in. En nu merk je, nu gaan de spanning toeslaan. Hij staat verder onder druk, Jeroen. Jarien, excuses. Hij blijft steady en stabiel, alles in zijn handen houden. Het ziet er echt keurig uit. Waar Jarien nu toch iets meer moeite krijgt, iets meer afzwaaiers krijgt. Ze is nu 150 punten na een paar beurten.
Kijk, spanning slaat toch toe en gaat hij dan weer die triples raken? Oeh, spanning slaat bij hem nu ook een beetje toe. Ja, het is toch een titel, hè? In de verliezersronde dan wel, maar het mag toch best wel zo zijn. Het mag daar best wel komen. Lijkt het wel weer een beetje de 64. Nou, het verschil is groter in deze leg. Gaat zeker 6 pijlen krijgen van 156. Zet hem ook keurig weg op 59. En Jarien komt niet eens meer in de buurt. En dan gaat hij hier gooien voor de verliezersronde te winnen. En dan gaan we naar tops. Oeh, maar hij mist er 2. Maar hij heeft de tijd. Heeft de tijd natuurlijk. Kan hij er dan toch nog wat druk op zetten, Jarien? Dat kan hij toch wel behoorlijk druk erop zetten. Nou staat de druk erop. Maar gaat hij hij bezwijkt toch een beetje aan de druk. Maar Jarien staat nog niet op een finish. Kan hij de druk nog hoger maken? Voor de wedstrijd. Dubbel 10. Nee, toch de spanning die een beetje toeslaat. Staat wel ver weg, 129. Gaat ook niet uit. Mag hij toch terugkomen voor 5. Weer een paar wedstrijdpijlen. Toen voor de eerste keer op podium. Dubbel 2. En die zit er wel in. En dat betekent een titel erbij op de verliezersronde. Eerste podiumwedstrijd.